reis van hoop. Hoi allemaal, vandaag heb ik weer voor jullie een shoplog. Het is een tijdje geleden, sorry, nogmaals. Iedere keer als ik weer een video upload, moet ik me helaas mijn excuses aanbieden. Omdat ik niet aan mijn beloftes heb gehouden. Ik ben de afgelopen week ziek geweest, wat je misschien nog een beetje kan horen. En ik heb toetsweek gehad en ik werk sinds 2-3 weken bij de Jumbo, waar ik ook heel veel uren maak. Waardoor ik dus minder tijd heb om artikels te schrijven en dus om een video te maken. Maar toch ga ik vandaag een video voor jullie opnemen. Veel plezier met kijken. Allereerst begin ik wel met het jasje wat ik nu aan heb. Ik heb dit spijkerjasje gekocht bij de Sena. Ik had hem al een tijdje op het oog en ik vind hem echt heel erg leuk. Ook kocht ik dus dit blouseje. Het blouseje is 14,90 euro. En ja, ik vind hem gewoon heel leuk. Het valt zo open. Ja, gewoon een leuk blouseje met een beetje kleurtje erin. Ik ben ook nog in Rotterdam geweest met mijn vriendin. Zoals jullie een artikel over hebben kunnen lezen, heb je dat nog niet gedaan. Kijk gerust even op mijn blog. Ik heb daar 2 shirts gekocht. En die heb ik al laten zien. Maar dat ga ik toch nog een keer doen. Dat is deze grijze. En ja, ik vond de tekst wel leuk. Where's my blue prince? Ja, where's my prince charming? Ja, vond ik een leuke tekst. Ander shirtje wat ik eens heb gekocht. En die vind ik ook heel leuk. Ik hoop dat jullie het kunnen lezen. En als jullie willen zien hoe die bestaat, hoe die staat, hoe die valt, kun jullie even op mijn blog kijken. Een artikel over Rotterdam heb ik ze ook aan. Dan heb ik ook nog iets gekocht in een heel leuk winkeltje in het dorp bij ons. Lara Mode heet de winkel, zit ook op meerdere vestigingen volgens mij. En dan heb ik deze ontzettend leuke trui gekocht. En hij is heel erg overwaisted. Het is net alsof er 2 mensen in passen, echt heel erg groot. Maar hij is zo leuk en hij zit zo lekker. En het zit bij de mouwtjes, zou ik zeggen, strak. En daar zit dus een vlindermouw dus ook in, omdat het zo lekker oversized is. En dan heb ik mijn grote trots eigenlijk. Ik was op zoek naar schoenen en ik zei tegen me, ja, ik kan toch niks vinden, weet je, ik wacht nog wel eventjes. En toen gingen we de coach in en mijn moeder keek voor schoenen en ik zat een beetje rond te kijken. En tot ik deze schoenen zag. En die heb ik gepast en ze staat lekker. En ik heb ze gekocht. Ze waren afgeprijsd van hoop. Ik heb deze schoenen gekocht en ik ben er echt super blij mee. Ze zitten heel lekker. En ik ga ze zo lekker aandoen. Ik ben echt heel erg blij met deze schoenen. En ook met die trui natuurlijk. En ja, met alles eigenlijk, met het jasje. Ik heb ook nog een pyjama broek gekocht. Kunnen jullie ook in het artikel over Rotterdam vinden. Wat is het eigenlijk alweer? Dit is dus mijn maart shoplog. Ik ga nu langzamerhand een beetje richting de zomer inkopen. Nou, heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.